Goedemiddag, welkom bij de radio, welkom bij Studio Brussel. Wij trappen vandaag het nieuwe academiejaar gigantisch op gang. Live vanop de gloednieuwe stadscampus van de Universiteit van Hasselt. We doen dat samen met de studenten, samen met de rector, samen met Koen Buijsen van Zornik, Marco Zee en Fatma Taspinar met haar nieuws van 4 uur. Studio Brussel. Ik vond het eerst een heel gek idee om van een gevangenis een schoolgebouw te maken. Niet echt motiverend, dacht ik eerst, voor studenten. Maar als je ziet wat dit geworden is, dan denk ik dat het echt wel heel leuk is. Ja, we zitten eindelijk in Hasselt zelf, dus ik kijk er echt naar uit. Niemand had eigenlijk echt verwacht van ooit in de gevangenis les te krijgen. Wij zelf ook niet. You were a child, Koen, een goede middag. Yo. Was je een goede student? Soms. I won't back down. I will stand my ground. Ik denk dat dat een van de leukste herbestemmingen is die ik al ooit heb, waar ik al ooit heb van gehoord. Zeker omdat dat dan ook rechte faculteit wordt in een oude gevangenis. Maar ik vind het eigenlijk een schitterend gebouw. We hebben er twee grote auditoria in, een van 400 en een van 200 studenten. We hebben ook een buitenauditorium dat hier achter ons ligt. Het is echt een open gebouw geworden waar de studenten ook heel enthousiast over zijn. Hasselt is dit allemaal tegelijk. Een boeiende, creatieve, vriendelijke, warme stad waar studenten de schoonste tijd van hun leven kunnen meemaken. Wij gaan nu weg uit Hasselt. Morgen staan we in Leuven.